Hey beste koetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de vlog of over de YouTube praat, hoe je het ook wilt noemen. Want meestal als ik vlogje doe, gaat het meestal over YouTube. En vandaag wil ik het hebben over populariteit. En dat kan eigenlijk best wel goed aansluiten op de vlog van, ik gok 2 weken geleden, ik wou zeggen een vlog vorige week, maar dat klopt helemaal niet. En daar heb ik even deze afbeelding bij nodig. Hier zo, kijk hier linksonder. Ik zal hem misschien even vergroten. Ja, het is linksonder toch? Ja. Hier, kijk, dit is een afbeelding die geeft weer de populariteit van dingen. Het staat nu een beetje heel groot, het staat een beetje voor mijn beeld, dus dat is niet echt heel handig. Oh, dat ik een beetje moet oefenen. Maar in ieder geval, die grafiek, wat geeft dat weer? Nou, je begint, aan het begin staan de innovators. Dus de mensen die voor het eerst iets ontdekken en dat heel nieuw is. En dan gaat het omhoog qua populariteit. En dan bereikt op een gegeven moment het toppunt. Dan pakken andere mensen steeds meer op. En dan gaat de populariteit een beetje omlaag. En op een gegeven moment is het niet meer populair meer. Maar het zijn nog steeds mensen die het cool vinden. Dus ik kan het nu ondertussen wel weer uitzetten. Maar waarom liet ik het dit jullie zien? Nou, ik zag laatst iets heel interessants van, over games vooral, hè? Van, qua populariteit. Van waarom zijn die populair? En dan vooral ook met YouTube heeft dat te maken. Dus, hoe zal ik het zeggen? Nou, je hebt bijvoorbeeld, neem iemand als PewDiePie. Die is natuurlijk heel erg belangrijk voor games en gamers op het internet en dergelijke. Als hij iets nieuws probeert, dan volgt het meestal. Dus hij is dus diegene die helemaal aan het begin staat. Bij innovators. En dan pikken andere mensen dat op. En dat is op zich wel logisch, want dan zien mensen van, oh, PewDiePie doet het, dus ik doe het ook. En waar deze YouTube-praat eigenlijk over gaat is, populariteit op sommige dingen. Van hoe kan dat en hoe kan dat niet? Geen idee waar ik het eigenlijk over wil gaan hebben, ik lul maar gewoon met een beetje wat. Dus we denken, ik had wel zo goed uitgedacht wat ik wou zeggen. Laat ik het eens maar hebben over het moment van instappen qua dingen. Zoals nu is voor mij het populairste item op YouTube is gaming. Dat is geen wat ik ook eigenlijk doe. Wat de meeste YouTube kanalen volgens mij doen. Alleen het probleem is volgens mij nu, dus ook voor mij en voor de meeste mensen die een nieuw kanaal beginnen. Die voor mij is al bijna weer een jaar oud. Dat ik te laat ben ingestapt. Dus dat ik te laat ben begonnen met mijn YouTube kanaal, snap je? Want het begint nu een beetje zijn top te bereiken. Wij zitten dus nu een beetje in die curve met... Ik zal hem nog een keer laten zien. Ik weet niet, qua YouTube dingen zitten we ongeveer op het midden. En ik ben te laat erin gestapt. Dus ik ben niet meer zo'n innovator. Want iedereen doet het, snap je? En dat is misschien ook wel de reden dat ik niet gigantisch populair ben. Ja, ik weet het niet echt. Het is misschien een beetje overkuddig gedrag. Dat ik gewoon zag van... Deze mensen beginnen populair te worden op YouTube door gaming. En ik denk, dat kan ik ook. Maar ik ben dus te laat ingestapt en zit nu een beetje in de middenmode, dat iedereen het een beetje doet. Je weet wel, zo kan ik het omschrijven. Ja, ik denk toch zo wel een beetje een middenmode. Dus een beetje te laat ingestapt ben. En de innovators zijn ook meestal de mensen die iets goed nieuws doen, die iets nieuws bedenken. Die zien bijvoorbeeld een nieuw concept bedenkt op YouTube. Want er was iemand die bedacht ooit van, weet je wat, ik ga filmpjes maken voordat ik een game aan het spelen ben. En dat andere mensen dat gaan bekijken met mijn commentaar erbij. En dan hadden andere mensen misschien bedacht van... Of de meeste mensen van... Waar heeft hij het nou weer over? Dat is helemaal niet leuk, joh. Dat kan toch nooit populair worden? En zie hier, nu zijn er misschien wel een paar miljoen kanalen die dat doen. Nou, misschien ook een beetje overdreven. Ik weet niet zoveel kanalen er zijn op YouTube. Maar even goed. Dat zijn de mensen die het aandurven. En ik weet niet of PewDiePie een van de eerste was. Maar in ieder geval een van de grootste die dat doet. Maar in ieder geval, hij is een trendsetter. Want kijk maar, als je bijvoorbeeld met, laten zeggen, Flappy Bird. Dat heb ik dus ook op de film misschien. Ik zal hem even linken in de beschrijving. De populariteit van Flappy Bird begon omhoog te gaan. Op 27 januari ongeveer. Dat hebben ze ook echt uitgezocht. Hè? Want op YouTube kunnen ze ook zien van... dit is zoveel gezocht opeens en dergelijke. En ook op Google doen ze dat. En precies op die dag had PewDiePie iets geüpload wat dus eigenlijk allemaal startte. En dat was dus dat hij Flappy Bird speelde. En dan gingen allemaal andere mensen volgen. Ook YouTubers die op zich ook nog wel trendsetters zijn. Of ik bedoel direct tussen haakjes, maar gewoon trendsetters die dat doen. En dan werd het best populair. En kijk nu, het is weg. En niet veel mensen praten meer over. Ja, ik heb het er nu even over als gewoon een goed voorbeeld. En ja, het is dus gewoon als je iets nieuws wil doen, dan kan je heel populair worden. Het is ongeveer hetzelfde als met Minecraft. Minecraft is nu immens populair, want iedereen doet het. En er zijn ook heel veel rip-offs en dergelijke. En wat het dus ook is, er was ooit iemand, Notch dus, die zei zo van, ja weet je wat, ik ga een spel maken. Echt een spel, en het wordt echt helemaal fantastisch. En dan vroeg iemand van, oké, wat wordt het dan? Nou, je spant ergens, je komt tot leven ergens in een bos en dan ga je bomen slaan. Oké, en zit er nog een verhaal achter of zo? Nee, je gaat bomen slaan en dan volgens mij in de grond hakken en mineralen verzamelen. Oké, moet je dan naar een schat zoeken of zo, of ergens een verborgen item? En nee, dit is het gewoon. Nou, had je dat concept echt 10 jaar geleden verteld, dan dachten mensen wel, die is gek, dit wordt hem echt niet hoor. En kijk nu dan, dat is misschien wel het populairste game aller tijden. En op zich is daarom innovatie niet slecht in games en dergelijke, als je iets nieuws durft. Kijk, wat ik nu doe is ook niet nieuws, YouTube praten. Er zijn heus wel mensen die het hier ook over gehad hebben. Maar ja, ik wil gewoon even het erover hebben. En wat had je nog meer? Innovatie is niet altijd goed. Het is goed, maar ook wel niet altijd goed, want de mensen willen iets wat vertrouwelijk is. Kijk maar naar de meeste games die tegenwoordig uitkomen. Dus heb je bijvoorbeeld, weet ik veel, hoe is de Call of Duty ondertussen? En je zou dan iedereen zegt van, de Call of Duty is momenteel ruk en slecht. Maar toch, hun verkopen gaan gewoon zo omhoog. Het is een stijgende lijn. Het gaat helemaal goed met hun. En wij willen niks nieuws, want als ze iets nieuws doen, dan verkoopt het niet goed. Omdat ze iets hebben wat vertrouwelijk is, wat goed is, wat werkt. Dan kan je wel zeggen, we hebben innovatie nodig. Maar als het iets nieuws is, dan word je weer bang. Dan koop je, je bent bang dat als je het koopt, dat het heel erg flop is. Dus dan koop je weer een Call of Duty die eigenlijk hetzelfde is als de vorige. En toch wordt het er steeds meer. En het is niet alleen Call of Duty, het is ook Battlefield. En ik kan even geen andere games noemen. Ja, weet ik veel, de meeste games tegenwoordig. Zoals bijvoorbeeld Dead Space, wat ik gehoord heb, zit er nu op Dead Space 3. En dat begint steeds meer op een shooter te lijken. En waarom? Omdat die formule werkt. Kijk, shooters zijn altijd immens populair geweest. Die zijn momenteel immens populair. Van alles en nog wat gaat steeds weer op een shooter lijken en first person. Omdat we dat willen. Het is gewoon vertrouwd. Ik bedoel, zelfs de slechtste games die first-person shooters zijn, die kunnen volgens mij wel een redelijke kans van slaging hebben. En er zijn ook gewoon uitschieters in games die heel bijzonder zijn. Daarom zijn indie games ook best wel belangrijk. Dat ze dan zeggen van, of dat je dan weer iets nieuws hebt en iets innovatiefs, weet je. Nou, dat is eigenlijk een beetje waar ik het over wil hebben. Van, qua populariteit en innovatie en dergelijke. En daarom is ook hetgene met het effect van het internet, waar ik het vorige keer ook over gehad heb, dat het dingen echt kan maken of hartstikke kraken. Neem nou, even denken, de Oculus Rift. Het is gigantisch populair nu. Ook al heeft Facebook het overgenomen, dus heel veel mensen hebben er niet echt vertrouwen meer in. Maar dat houdt niet bij weg dat het geen slecht ding is. Maar ik bedoel, een aantal jaar geleden hebben ze het ook geprobeerd. Zo'n virtual reality bril. Ik bedoel, ik heb wel eens wat gezien van dingen uit de jaren 90. Maar die zie je nu niet meer. En waarom niet? Omdat het niet zo populair wordt. Kijk, nu zijn die mensen van Oculus Rift. Die stuurt naar stelbekende YouTubers zoals alweer PewDiePie. Omdat die gewoon zo aantoongevend is. En die gaan er dan mee kloten. En dat vinden mensen hartstikke gaaf en leuk. En jee. Want PewDiePie doet het. Dus wij moeten het ook doen. En we zien hoe leuk het is. En eigenlijk ook nog qua populariteit, als we even die curve erbij pakken, wil ik het ook even hebben over Facebook. Momenteel is voor mij de populariteit op Facebook aan het afnemen, zit ongeveer bij het laatste gedeelte. Omdat het nu wordt het een beetje door de laggards, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien wat hier allemaal staat. Zal misschien even een beetje in het midden doen, ja maakt niet uit. Hier, jullie zien mijn muis niet, maar dat maakt niet uit. Het laatste gedeelte, daar staan laggards, dus degenen die achterblijven en er weer bij komen. En dat zijn dus nu de ouderen en de ouders en scholen en instanties die op Facebook komen. Facebook was dus eerst iets van, ik kan nu weg van mijn ouders, ik kan weg van instanties en instellingen en zo, die controleren. En nu komen hun er ook weer op, dus dan ga je andere dingen zoeken. Ik zou zeggen Twitter, maar dat is ook weer niet helemaal zo, want er komen ook steeds meer mensen waar je echt van denkt van, wil ik deze mensen erop hebben? Bijvoorbeeld je ouders en dergelijke, en je opa en oma en je hond en weet ik veel wat. Dus die mensen die gaan naar Tumblr of Reddit of, nou, 4chan weet ik niet echt, want 4chan is 4chan en ik ben niet zo wegwijs op die site. En ja, dan zou ik het hier eigenlijk willen afsluiten, deze YouTube praat. Want het is niet dat een vlog, want een vlog is meer als je gaat praten over wat je vandaag gedaan hebt. En het enige wat ik gedaan heb is Twitter vandaag leren en dat was de hele week al zo. Want ik zit in mijn examenperiode en dat is hartstikke kut. Veel leren, ja, ik hoop ze ook weer een vlogje over maken na mijn examens of zo, ik weet niet. Maar ik zie jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken van deze YouTube praat die al 10 minuten duurde. Best wel lang trouwens. Ik heb nog nooit zo lang vlog / YouTube praat gedaan. Maar ik zie jullie de volgende keer. Ik wil jullie bedanken en ik zeg dus hier laters.